Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Waar zijn we? Waar zijn we? Want ik begin er gewoon mee te zeggen, we zijn in de oude Rituals in de Lange Ville. Klopt, klopt. Maar de naam is veranderd. Er zijn twee nieuwe dames. Ja. En heel veel cosmetica merken die ik nog niet ken, maar jullie ongetwijfeld wel. Ja, leuk. Dus, kunnen jullie jezelf even voorstellen? Nou, ik ben Milou. Ik ben de eigenaresse van Skin Atelier Middelburg. En dit is Lorindy. Ik ben Lorindy en ik ben de medewerkster hier zo. Ja, en jullie gaan met z'n tweeën deze zaak draaien. Ja, klopt. Ja. Ja. En er is natuurlijk, jij bent de dochter van Stanley, dus de eigenaar of mede-eigenaar van Rituals in Middelburg. Ja, ja. Maar jij doet ook al dingen in Domburg, begrijp ik. Ja, klopt. Wat doe je daar dan? Ja, ik heb ook nog een salon in Domburg bij Mestra Wellness. En daar geef ik ook behandelingen, schoonheidsbehandelingen. En daarnaast ben ik een winkel geopend. Ja, want je zegt ook, je gaat hier geen behandelingen doen, toch? Of wel? Nee, op dit moment nog niet. Nee. Dat niet. Maar wat verkopen jullie zoal? Want ik zie daar Babor en... Ja, we hebben neem ons mee! Ja, we hebben echt van alles. Het is eigenlijk een beetje een soort mini-bijenkorf. Met allemaal trendy merken die op dit moment helemaal hot zijn. Dus, en kan je dan eens wat laten zien? Want Pixie bijvoorbeeld. Ik heb hier Pixie. Nou, dat is helemaal gericht op de jongeren. Dat is helemaal hot nu. Dat is het. Oké. Okay. Ja. En we hebben hier zo Marky B. Dat is hoogwaardige spraytan. Dus daar krijg je een lekker bruin kleurtje van. Oké. Okay. Ja, kijk maar naar mijn collega Lorindy. Ja, dus jij glimt van dat daar wel, ja? Ik ben heel mooi bruin hierdoor, ja. Maar we hebben ook heel lekker weer gehad, dus hoe zie ik nou het verschil? Het is een combinatie van hoor, ja? Maar het heeft wel heel goed geholpen. En is dat wel gewoon goed voor je huid, zulke middelen? Ja? Ja, zeker. Ja, het is echt wel een hoogwaardige spreektentmerk. Ja. En ik zie ook een hele gezellige achterwand met bloemetjes en hartjes. Ja, dat heeft heel veel tijd gekost. Met lampjes ook, of niet? Dat hartje kan op een gegeven moment aan, ja. Ja. Klopt. Ja, en de bloemetjes, dat heeft wel even wat tijd genomen. Ja. Eén voor één hebben ze erin gezet, maar we wouden iets moois neerzetten. En dat is dit geworden. Maar dit is wel gewoon een blijvende winkel, dus geen pop-up of iets dergelijks. Nee, jullie gaan hier echt gewoon definitief... We gaan ervan uit dat dit een blijvende winkel is. Dat is zeker de opsteek ervan, ja. En wanneer gaan jullie open? Want het is eigenlijk al klaar, toch? Ja, het is eigenlijk klaar inderdaad. Vandaag gaan we stil open. En aanstaande zaterdag is de officiële grote opening. Oké, okay. Ja. En doe je daar nog met acties? Of, Ja, we hebben leuke acties, klopt. Ja, we gaan voor leuke dingen zorgen. Zoals bij de aankoop van zoveel krijg je een leuke goodiebag. Nou kijk, dat zijn alweer dingen, dus allemaal in de rij gestapt. Ja, er komt een DJ aanstaande zaterdag. En een lekker hapje en een drankje, dus... Dan loop ik ook zaterdag nog even langs, dat is wel zo gezellig. Cool. En ik kwam je vader ook nog tegen van de week en die zei dat jullie hier ook een watertappunt hebben. Wat is dat precies? Ja, we hebben hier in Zeeland het schoonste water wat er is, dus we dachten daar gaan we gebruik van maken. We hebben Jos Bottles, dat zijn waterflessen en pillendozen in één. Pillendozen, en hoe werkt dat dan? Nou, dan kan je dus je pilletjes in doen. Dus heel vaak als je dus last hebt van hoofdpijn en dan denk je, oh ik wil een paracetamol, dan denk je, oh ik heb hem niet mee. Nou, dan hebben we van die hele leuke waterflessen en dan kan je al je medicijnen in doen. Oké. Okay. Dus dan heb je alles bij de hand. En die kan je dan gelijk hier vol... Die kan je dan gelijk hier vullen. En dat is een gratis dienst? Dat is een gratis dienst, ja. Ja, dat is heel mooi. Want, leuk toch? Ja, volgens mij zijn er is er eentje bij het stadhuis volgens mij een watertappunt, maar die staat ook uit op het moment misschien wel. Oké, ja. De corona verhaal. Ja, precies. Dat zou wel kunnen. Maar hier kan het in ieder geval wel. Nou ja. Dus wij hebben hem. Met een jasbattel erbij. Ja, met een jasbattel. En zijn er nog andere mooie dingen om te vermelden? Want dat Babor, dat is nogal een ding in Duitsland, begrepen? Ja, Babor is echt een ding in Duitsland. Dat is daar nummer 1. Dus ook weer hele hoogwaardige skincare. We hebben ook echt voor verschillende huidtypes. Dus als je echt wat allergisch bent of je kan ergens niet tegen, daar hebben we wat voor. Zitten jullie in het hogere prijsklasse of is het middensegment? Nee, we hebben dus eigenlijk drie verschillende prijsklassen. Pixie voor de wat jongeren, het is gewoon het middensegment. Dan hebben we Babor, dat is midden- en hoogsegment. En Comfort Zone is ook het wat hogere segment. Ja. Dus eigenlijk voor iedereen wel wat, voor elke leeftijdscategorie. We hebben wasparfum, wat bekend is gewoon de Lonneke Notenboom. Daar gaat je kleding heerlijk van ruiken. Oké, ja. Nou, allemaal heel duidelijk. Maar, want jij werkt dus op twee plekken, betekent dat in de praktijk dat jij vaker in de winkel te zien zal zijn? Of, ja? Ik zal wel meer in de winkel staan. Als er behandelingen in de salon zijn, dan zal waarschijnlijk ik in de winkel staan en Milou dan naar de salon gaan. Ja, want ik ken haar dus van de salon. Ja, ik heb wel eerder bij haar in de salon. Ah, oké. Ja, dus vandaar dat we... En ben jij een Middelburgse dame? Of?
Ik kom uit Vlissingen. Oké. Okay. Dus het ligt wel dichtbij. Ja, je bent een Walgense dame. Ja. Maar dan moet je dus steeds wel naar Middelburg om te, om te werken. Maar dat doe je met alle plezier natuurlijk. Mooie stad, hè, Middelburg. Zeker, ja, zeker mooie stad. Nou, leuk om met je, kennis met jullie te maken vanaf zaterdag, dus 10 uur. Ik zeg, zet hem op en veel succes met de zaak en veel plezier ook. Ja, heel erg bedankt. Dank jullie wel. Doei, doei.